Letty, we hebben net de nieuwjaarsontmoeting achter de rug. Hè? Ja. De receptie is in volle gang. Ja. Een mooie speech die je had. Dankjewel. Veel ondernemers en mensen uit Veldhoven op de bank. Maar we zijn eigenlijk ook wel benieuwd naar de vrouw achter ons waarnemend burgemeester. Dus kun je iets over jezelf vertellen? Ja, nou, ik ben getrouwd al 41 jaar, dus dat is al een hele tijd. 3 kinderen. Maar de oudste is al 39, dus dat zijn al voor mij nog steeds kinderen, maar het zijn al volwassen mensen. En 3 kleinkinderen, dus dat is, ik heb 2 dochters en een zoon. En ik heb ook 1 kleinzoon en 2 kleindochters. En de oudste is 10 en eentje van 6 en eentje van bijna 2. Dus dat is ontzettend leuk. Ja. Ja. Hoe is dat voor je gezin? Want je hebt in Vlissingen, ben je waarnemend burgemeester geweest. De Reuzeldermieren burgemeester, de eerste gekozen burgemeester van Nederland in Best. Ja. Dus het ligt allemaal ook nogal uit elkaar. Wat heeft dat met je gezin gedaan? Nou, in Reuzeldermieren en in Best, omdat ik daar als burgemeester benoemd ben vanaf 97, zijn de kinderen meegegaan. Toen waren ze nog, zaten ze op middelbare school, zaten op het PS10 college in Bladel. En zijn toen mee naar school gegaan en de oudste is toen gaan studeren in Tilburg. Dus dat was allemaal een beetje in de buurt. En vanuit Best ben ik vervolgens naar de politie gegaan en in Zeeland gaan werken. En toen ben ik weer gaan wonen in Berg op Zoom, omdat dat huis hadden wij altijd aangehouden destijds, omdat mijn man gaf les in Goes en dan was de afstand net even iets te groot voor. Dus ik was dan door de week daar, dus wij zijn daar weer gaan wonen. Maar toen waren alle 3 de kinderen al zodanig dat ze hun eigen woonplek hadden. Dus ze hebben ook hier in deze omgeving gewoond. En de jongste, die is nu op wereldreis. Maar die heeft gekozen om weer in de omgeving van Reuzel, Hapert te gaan wonen als ze terug is. Oh, leuk. Ja, ja. Toch Brabant, hè? Ja, echt Brabant. Blijft allemaal trekken, Brabant. Ja. Ja. En nu waarnemend burgemeester van Veldhoven. Wat vind je van onze gemeente? Ja, een hele mooie gemeente. Omdat het een gemeente is die door zijn ligging vlakbij Eindhoven natuurlijk heel veel stedelijke invloeden heeft. En dat ook niet alleen in de gemeente zelf heeft, maar ook in de werkzaamheden die gebeuren, waar we natuurlijk heel erg op het Eindhovense, maar op het hele stedelijk gebied zijn aangewezen. Maar aan de andere kant ook, als je even de moeite neemt om iets verder te gaan kijken, natuurlijk een hele mooie landelijke omgeving kent. En toch heel erg ook tegen de Kempen aan ligt, ook onderdeel van de Kempen is. En dat 2 gezichten komt heel mooi in Veldhoven samen. Ja, onze vorige burgemeester, Jacques Mikkers, die was zeer geliefd in Veldhoven. Ja. Heb je daar hinder van? Nee, integendeel. Ik kende Jacques. Toen ik in Best nog burgemeester was, toen is hij hier in Veldhoven benoemd. Dus we hebben een jaar lang samengewerkt, noem ik het maar even. Samen ook in de burgemeesterskring gezeten. En het is alleen maar heel prettig, want er is vertrouwen in de figuur als burgemeester. En op het moment dat er vertrouwen in de figuur als burgemeester is, is dat vertrouwen wordt ook doorvertaald naar mij toe. En dat is heel plezierig werken. Dus ik ben alleen maar heel blij dat dat zo is. Ja, en als waarnemend burgemeester kun je dan ook echt een verschil maken? Ja, je hebt natuurlijk 2 taken. A, moet je zorgen dat er een goede overbrugging ontstaat naar de nieuwe situatie waarin een burgemeester weer opnieuw benoemd wordt door de raad. Maar aan de andere kant kun je ook door je kennis, ik ben natuurlijk alles bij elkaar 15 jaar burgemeester geweest en 7 jaar korpschef van politie, dus hoofdcommissaris van politie. Ja, die ervaring en kennis kun je ook wel weer gebruiken om ook voor Veldhoven wat dingetjes in te brengen en daarmee een klein beetje het verschil te kunnen maken. Ja, ook nog ambities om te solliciteren naar burgemeester. Ik ben 65, ik word het jaar 66, dus dat zullen we maar niet doen. Nee, toch maar niet? Nee. Oh, jammer. Nou, we wensen in ieder geval een hele mooie tijd hier in Veldhoven. En dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan en jullie heel veel succes.